bezin eer je begin. Ja, de makelaars die hebben het natuurlijk allemaal heel makkelijk vandaag de dag. Dat wordt me elke dag verteld. Geert, wat zal je het makkelijk verdienen? Ja, dat is ook zo. Het is vrijdagmiddag, heerlijk weer hè Koen. Ik zie een watertoren, een kerkje en ja, ik hoor een gans. Ik ben heerlijk offline, wat een luxe. Deze stolop die richt op ruim 7000 meter grond. Maar waar is het nou eigenlijk? Tussen Volendam en Amsterdam. U weet het inmiddels van me, ik verkoop het allerliefste verborgen schatjes. En dit is er weer zo'n een. Aan een hele idyllische dorpsstraat, vol met mooie pandjes, vindt u dit doodlopende straatje. U gaat hier het erf op en dan gebeurt het pas echt. We gaan nu binnenkijken. Ja, ik voel me hier natuurlijk helemaal thuis. Een echte Noord-Hollandse stollenboerderij. 12,5 bij 13,5 strekkende meter. En ik zit hier midden in het vierkant. Deze boerderij is van voor 1900 en is in 1972 qua buitengevels opnieuw opgetrokken. Het dak is er in 2005 helemaal af geweest, volledig geïsoleerd. Dus ja, een nieuw schilletje zou je kunnen zeggen. En dan zit je gewoon in je eigen woonkamer, 100 vierkante meter, met dat uitzicht. Wie wil dit nu niet? Dat zijn zoveel mensen, dan raak je vanavond aan het piepers bijschillen. Deze keuken is van 2015, openslaande deuren op het zuiden. Wat ze hier heel goed hebben gedaan, is in het hart van de boerderij de verkeersruimte. Aan de voorzijde een hele grote masterbedroom met eigen badkamer. 1, 2, 3 slaapkamers, nog een eigen badkamer, een grote zolder. En dat alles met het vierkant in het zicht. Top! Een buitengewone verrassing van het huis. Ongelooflijk. Naast de oude gauw hier een binnenbak, 2 en een buitenbak. Ik doe dat stiekem een beetje voor mijn dochter Pluk, want die is helemaal gek van paarden. Dus voor de paardenliefhebber is het hier ook gewoon dik voor elkaar. Ja, die verborgen schatjes die liggen op hele mooie plekken. En iedereen kent natuurlijk Volendam. Ik hoor hele mooie geluiden op de achtergrond. Het is echt vrijdagmiddag. Hij zal me een borrel halen.